Een pastoor en een bokser zitten aan tafel. Dat zou het begin kunnen zijn van een goede mop, maar niets is minder waar. Deze twee bijzondere mensen zijn vandaag bij mij te gast. Welkom bij Dommeland Live. Welkom, heren. Dan begin ik bij u. Hoe spreek ik een pastoor aan? Pastoor Geert-Jan, dat is eigenlijk een beetje gebruikelijk. Pastoor Geert-Jan of pastoor? Of? Nou, je hebt mensen die zeggen pastoor, je hebt mensen die zeggen pastoor Geert-Jan. En degene die mijn naaste medewerkers zijn, die zeggen gewoon Geert-Jan. Ben ik vandaag een naaste medewerker? Van mij mag dat hoor. Oké, Geert-Jan. mijn eerste vraag, wat inspireerde u nou om pastoor te worden? Ja, ik denk dat dat een groeiend besef is van de liefde van God die ik in mijn leven heb ontdekt, zou ik maar zeggen. Ik denk dat dat wel mijn voornaamste motivatie is. En die ontdekking die begon? Ja, dat is gegroeid. Hè. Ik denk dat het meespeelt dat ik in een gelovig gezin ben opgevoed. Ofschoon ik nooit heb gedacht om priester te willen worden. Dat is eigenlijk nooit... Ik ben ook eerst rechten gaan studeren na mijn middelbare school. Dus het zat niet... Ik heb ook geen ooms of familie die pastoor zijn. Dus het zat niet direct in mijn gedachtenpatroon om in die richting te denken. Maar er was wel iets in mij aan het groeien van ja, een stukje spiritualiteit, bezig zijn met het leven, van waar gaat het nou om? Bestaat God? Wie is hij eigenlijk? En waar gaat het nou om? Nou ja, ik denk, ja, laten we het eenvoudig samenvatten, dat het toch wel vooral om liefde gaat. Wat is dan liefde? Dat kun je natuurlijk ook. Maar ik denk vooral dienende liefde. Hè? Dat is dus dat je er voor elkaar bent. En kijkt, hoe kan ik een ander ondersteunen? Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen? Dat zijn een paar sleutelwoorden. En het helpt dan als je dan ergens mag ervaren, wat ik dan, dat er een God is die er voor ons is, ten diepste. En die ons ondersteunt. Dus dat is een beetje samengevat wat ik heb ontdekt, om zo te zeggen. Terug, u studeerde rechten. Bent u daarmee gestopt? Om te zeggen? Ik heb het wel afgemaakt. Ik heb eigenlijk die periode nodig gehad om duidelijk te krijgen van wat is nou eigenlijk de bedoeling met mijn leven. En dat was eigenlijk ook vooral wegstrepen. Hè, want ja, ik dacht, toen ik middelbare school heb ik vooral beta-vakken gedaan. Wiskunde 1, wiskunde 2, natuurkunde, scheikunde. Maar op het einde van mijn middelbare school wist ik van, dat gaat hem niet worden. Ik kan wel leuk al die sommetjes maken, maar dat is toch niet waar ik heel, heel blij van word, zou ik maar zeggen. Dus toen ging ik een beetje de alfa kant op, de mens enzovoorts, mensvakken, humane vakken. En dacht ik, nou rechten, dat zal hopelijk wel over recht gaan, wat goed en recht is. Maar ja, het ging in het begin toch vooral ook over contracten en bezit en overeenkomst enzovoorts. Het werd meer recht en krom. Ja, dus ik zat na te denken, ja, moet ik advocaat worden? Nee, dat lijkt me niks. Bedrijfsjurist, ook niks voor mij. Rechter misschien, ook niks. Moet ik aan de universiteit? Ik was allemaal aan het wegstrepen, maar ik werd er niet enthousiast, niet blij van. En ja, dat bezig zijn met meer spiritualiteit, zingeving, dat vond ik wel interessanter. En dat is het toen steeds meer geworden, zeg maar. Krijgt u een opleiding aan Rolduc? Nou ja, toen ben ik weer helemaal van voren af aan. Ik heb mijn rechten afgemaakt. En toen kwam ik weer opnieuw de schoolbanken in, weer helemaal... En op dat moment was er eigenlijk nog maar één priester, fulltime priesteropleiding in Nederland. En die was inderdaad in Kerkrade in Limburg. Maar later kwam er ook één in Den Bosch. En toen ben ik weer naar Den Bosch gekomen, omdat ik uit deze regio kom, zeg maar. Ja. En heeft u nog een beetje, heeft u nog iets gehad aan uw studierechten als u... Ik denk wel dat ik daar van alles aan gehad heb. Hè. Dus wat u nu nog gebruikt, bedoel ik? Ja, nou ja, allereerst om in het openbaar te praten, zou ik maar zeggen. Hè. Dus ook nou moeten we een beetje praten. En je moet dat durven, je moet het kunnen. En dat is een van de dingen die je wel leert tijdens zo'n rechtenstudie, om in ieder geval je mond open te doen. Ja. Dus dat is een van de dingen die ik wel geleerd heb. Ja. Toen ging u naar Den Bosch? Ja, uiteindelijk ben ik in Den Bosch terechtgekomen. Want zoals ik al zei, ja goed, mijn ouders komen uit het bisdom Den Bosch. We hebben ook mijn middelbare school in Vught gedaan. En mijn ouders woonden in die tijd in Vught. Dus toen ben ik weer naar Den Bosch gekomen. In Den Bosch in de Sint-Jan Priester gewijd.
Alweer 35 jaar geleden, geloof ik. Dat is alweer een hele tijd. Dat is een hele tijd, ja. En ja, toen is dan mijn leven als priester begonnen, ja. Ja, ja. En nu in de vier kernen in Boksel. Ja, dus ik zit al nu weer 5 jaar hier. Dus mijn eerste lustrum vier ik nou min of meer. 5 jaar geleden, februari, ben ik hier naartoe gekomen. Met als Boksel als standplaats en dan de 3 andere dorpen, Es, Liemt en Lennesheuvel, ja, daarbij, zeg maar. Want u had wel iemand op te volgen in Liemde. Er zat pastoor Jeffrey, die was daar heel geliefd. Ja, zeker, zeker, zeker. Die, in het begin hebben we nog een paar maanden samengewerkt en toen heeft hij een nieuwe benoeming gekregen. En, gelukkig heb ik toen wel een andere priester gekregen uit India. En voor hem bleek de taal wel een obstakel. Ja. Inmiddels heb ik een andere priester uit India die makkelijker met de taal uit de voeten kan. Dus met hem gaat het wel iets worden, denk ik. Ja, precies. Ja. Stan. Ja. Nederlands kampioen boksen in het superzwaargewicht, zegt dat? Ja, klopt. Klopt. A-klasse superzwaargewicht. Heb je iets met geloof? Nou ja, ik ben gedoopt en ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het ook wel een heel eind voor mij. Ja, ja, maar heb je dan iets bijgeloof? Is dat een negatief woord of niet? Heb je iets van een bijgeloof? Veel sporters hebben een bijgeloof. Nee, eigenlijk niet. Want ik denk als jij iedere dag volop je best doet in een sportschool, altijd hard traint, dat het niet van geluk af moet hangen. Ja, dan kan ik best aan u vragen. Stel, finale WK, er komt een strafschop. Ja. En de strafschopnemer die bidt tot God, maar de keeper bidt ook tot God. Ja. Lastig. Wat dan? Ja, gelukkig ben ik geen god. Dus dus. Maar je zit daar boven te kijken wat je. Ja, nee, maar ik denk de beste oplossing is dat je zegt, nou, hopelijk kan jouw geloof en jouw gebed helpen om het beste van je leven te maken. Maar ja, goed, als een ander dan beter is, dan goed, ja. Ja, dan, als je hem in de hoek schopt, dan de keeper kansloos. Denk ik maar. Ja, dat klopt. Dat schijnt zo te zijn. Ja, ja, dat is een simpele wet, voetbalwet. Terug naar de sport. Vertel eens, Nederlands kampioen een maandje geleden. Ja, januari ben ik kampioen geworden. Ja. Ja. Nou, vertel er eens iets over. Ja, we zouden eigenlijk in december vechten. Die wedstrijd die ze helaas moeten stellen naar januari, wegens blessure. Maar toch mogen boksen en een titel mee naar Brabant genomen, gelukkig. Ja. En waar was dat gevecht? We hebben in Leiden gebokst. Ik moest boksen tegen een jongen uit Den Bosch. Dus het was een beetje Eindhoven Den Bosch. Eindhoven Den Bosch. Mijn sportschool zit in Eindhoven, dus het was een beetje rivaliteit onderling natuurlijk. Ja. En een mooie wedstrijd neergezet. Ja. Met gemak gewonnen? De jongen die bleef wel goed komen, dus ik heb respect voor de tegenstander natuurlijk altijd. Belangrijk. Maar wel een duidelijke overwinning. Ja, zit je nou voor de wedstrijd ook met de neuzen tegen elkaar? Nee, helemaal niet. Voor de wedstrijd samen nog even de handen geschud, hooi gezegd. En dan ga je zo meteen boven op jouw neus slaan. Ja, dan gaat de knop om in de kleedkamer en dan komen er 2 andere jongens naar buiten lopen. Ja? Ja, ja. En had je gedacht te winnen? Ja, zeker. Ja. Ja, dat is een goede instelling. Ik was zeker van mezelf. En ik zit natuurlijk ook boks voor Nederland, Team NL. Dus ik heb eigenlijk de nummer 1 plek in Nederland. Dus ja, dan moet ik ook bewijzen dat ik nummer 1 ben. Ja, en nu? In mei ga ik naar de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Thailand, Bangkok. En dan Thailand? Hoop ik mijn plek te bemachtigen voor Parijs. Ja, wat moet je daarvoor doen? Het is een toernooi, 32 jongens in mijn gewicht. We boksen allemaal tegen elkaar en iedere keer, na iedere partij valt iemand af. En dan is het een soort piramide en dan de top 4 die krijgt een ticket. Oké, en hoeveel doen er mee? Ik denk rond de 32. Aha. Dus het is een zware pot. Wat denk je? Kansen zijn er altijd, zeker in het zwaargewicht boksen. Zeker. Ja? Ja. Ik train hard, ik sta met heel veel grote jongens op de mat. Die hebben ook allemaal geloof in mij. Welke grote jongens? In Nederland vooral Rico Verhoeven natuurlijk, erg bekend. Ja. Ja, en wat doe je dan met Rico Verhoeven? Ik train veel met Rico, sparren. Ja. 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 En welke adviezen geeft hij jou? Hard blijven werken, dat is het vooral. Ja. Kijk, heel veel jongens die moeten het van het talent hebben. Ik heb er ook wel aanleg voor, maar uiteindelijk, als jij talent hebt, maar je werkt er niet voor, dan ga je er niet komen. Nee, dus je zegt, ik heb niet zoveel talent. Zeg je dat nou? Nee, ik heb er wel talent voor, maar er zijn jongens die er meer talent voor hebben dan mij. Ja. Maar als die de kansen laten liggen... Talent is niet voldoende? Nee, op de top niet. Nee.
En gaan er nog meer mensen, nog meer sporters uit Nederland daar naartoe, boksers? In andere gewichten gaan er nog jongens naar de kwalificatie, zeker. Een jongen uit Os, Gratis Kraus. En uit Den Haag, Tony Jas. Ja. Ja. Met super zwaar gewicht is het... Alles boven de 95 kilo. Ja. Ja. Dus daar doen ook mensen mee, van, of sporters mee van 150 kilo of zo. Nou, dat is heel belachelijks. Je ziet dan niet meer vaak jongens die nog op dat gewicht mee kunnen. Ja. Maar er zit wel wat gewichtsverschil in. Rond de 110, 120 zitten de meeste, ja. Ja, ja. Ja. En ik ben dan benieuwd hoe jouw dag eruit ziet. 'S Ochtends opstaan, goed dat ontbijten. Dan gaan we trainen. Wat eet je dan? 'S Ochtends ga ik vaak toch voor de kwark. Ja. Goed, beginnen met de proteïnes. Dan gaan we sparren. Kom thuis, rusten, eten. Probeer nog wat te werken tussendoor. En dan 's avonds weer trainen. En word je daarin begeleid? Ik heb zelf mijn coach in Eindhoven. Dat is eigenlijk mijn hoofdcoach. En dan vanuit team Verhoeven word ik geholpen en vanuit de bondscoach. Ja, hebben we overal hulp. En krijg je ook financiële hulp vanuit... Nee. Ja, vanuit Nederland. In Nederland is zeker in het boksen is niet heel... zit niet veel geld. Nee, waarom niet? Ja, minder bekende sport. Ja, hoe boksen, een minder bekende sport? Ja, als jij vergelijkt met wielrennen, zwemmers, dat is in Nederland natuurlijk wel... die jongens die zijn vaak bekender dan de boksers. Ja. Ja, en maar je moet dadelijk richting het profboksen gaan kijken. Daar zit natuurlijk wel meer geld. Ja, precies. Maar zolang je in het Olympisch traject zit, dan houdt dat nog op. Nou, we hebben een opname van jouw partij. Ja? Ja, zullen we eens even gaan kijken? Dat is goed. Je mag wel iets bij vertellen, hoor. Ja? Dat is de bondscoach, dus wel, okay. Die zit samen in de hoek met mijn trainer uit Eindhoven. Slagenwisseling. Ja. Uiteindelijk met de winst naar huis. Riem om de armen. Ja. En riem mee naar Brabant. Ja. We zien de riem hier liggen. Ja, zeker. Een zware jongen. Daar gaan doen we het voor. He? Ja, zeker. Ja, kijk, meestal toernooitjes, wedstrijdjes wint, krijg je een beker, een medaille. Aan kampioenschap wint, dan mag de riem mee naar huis. Is je leven nou veranderd? Nee. Gewoon door waar we mee begonnen zijn. Dezelfde, je bent dezelfde gebleven. Ja, zeker. Dat is goed. Geert-Jan, ja. Heeft u iets met sport? Ik ben een groot sportliefhebber, ja zeker. Actief niet zo, eerlijk gezegd, maar ik volg wel een beetje alle sporten. Helaas boksen de laatste jaren niet meer. Ik weet wel dat ik in mijn jeugd natuurlijk bleef er zelfs midden in de nacht op om naar Cassius Clay, Muhammad Ali te kijken en George Foreman en zo en dat soort wedstrijden. Maar ik vind het al een hele eer om naast de Nederlands kampioen te zitten, dus leuk. Ja. Ja, ik was even op zoek naar iets wat ik zo mooi had opgeschreven. Maar ik kan het zo niet vinden, maar ergens in Lucas in de Bijbel staat... als u op de ene wang geslagen wordt, keert u hem de andere wang toe. Ja, dat klopt. Ja, dat is een beetje lastig met een bokser. Ja, dus ik zou geen goede sparringpartner zijn wat dat betreft. Ik probeer inderdaad een vredelievend mens te zijn, maar wellicht hij ook in zijn gewone leven natuurlijk, hè, dus in zijn alledaagse... Zeker, jawel. Kijk, het is een soort knop die omgaat, hè. Je moet buiten de sport vriendelijk zijn, netjes naar iedereen en dan in de ring. Ja, want jouw bijnaam is de Hulk. Ja, gegeven door de bondscoach. Hoe kwam die erop? Omdat ik in mijn wedstrijd naar voren ging en ik moest winnen, dus alles kwam eruit. Ja. Ik stopte niet meer met stoten en hij bedacht de Hulk erbij. Ja, hier zien we hem. Ja, Hulk. Die verandert in een bijzonder groot persoon. Ja. Mm-hmm. Ja. Nou ja, mooie bijnaam. Ja. Maar goed, kijk... Het leven is natuurlijk altijd voor iedereen ook wel van tijd tot tijd een beetje knokken. Hè? Dus een stukje strijd, een stukje doorzettingsvermogen,
tegenslagen verwerken, noem maar op. Hè. Dus ja. Het leven voor iedereen is wel een bepaalde strijd waar je moet knokken om vooruit te komen en of je hoofd boven water te houden. Ja. En zelfs vrede, ja. Dat kost inspanning. Hè. Dus om te zorgen dat de dingen goed gaan in de wereld. Dus, ja, daar komen we bij het onderwerp vrede. Ja. En dan denk ik toch, of het is algemeen bekend, dat het geloof toch vaak aan de basis staat van veel conflicten. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar kijk, het is vaker zo dat dan geloof als een soort voorwendsel wordt genomen. Helaas is natuurlijk de mens in heel zijn geschiedenis ook wel. Er is natuurlijk geweld en agressie is er altijd. Nogmaals, zeg maar, je kunt natuurlijk. Ik denk dat er een bepaalde goede agressie is. Dat is een kracht om dingen om door te zetten, om te knokken, om goede dingen. Maar je kunt natuurlijk ook geweld gebruiken om anderen te beschadigen, te vernietigen. En dan gaat het te ver natuurlijk. Maar het is duidelijk. Je hebt net dat woord geciteerd van Jezus. Dat hij bij uitstek een vredelievend mens is geweest. En dat dat in ieder geval het voorbeeld en het model van de christenen hoort te zijn. En gelukkig zijn er dus ook heel veel mensen in zijn voetspoor. Als je nu kijkt wat er aan de hand is in de Gazastrook, dan. Dat is heel verdrietig. Ja, ja. Dat is heel verdrietig. Maar heeft u dan moeite om partij te kiezen? Of u kiest geen partij? Ik kies partij voor de mens en voor menslievendheid en voor vrede en welzijn voor iedereen. Dus ik vind het een grote tragedie wat daar gebeurt. Heel erg verdrietig. Ja. Dus, ja. Ja. Nou. Dank je wel. Ja. Jij bent eigenlijk een boekhoudende bokser of een boksende boekhouder? We hebben zoiets in de krant gezet, ja. En die blijft terugkomen. Dat klopt. Maar ondertussen, niet meer. Nee. Ik heb een paar jaar geleden mijn baan opgezegd inderdaad om volop voor het boksen te gaan. En daar zit ik nu. En ik vroeg het net al, word je dan een beetje financieel gesteund of moet je toch zelf? Nee, zelf sponsoren, een beetje dingetjes erbij werken, lesjes geven, dat soort dingetjes. Ja, je geeft ook les aan? Ja, aan de jeugd probeer ik af en toe te begeleiden. Ja, in Limburg of? Nee, in Eindhoven, ja. Oké. Dus als mensen boksen willen leren, kunnen ze bij jou terecht? Als ze er echt zin in hebben wel, ja. Ja? Ja, ik hou wel van lesgeven, maar ze moeten wel met energie komen, ja. Ja, en jij komt uit Limburg, toch? Ik kom uit Limburg, ja. Ja, nou is boksen eigenlijk toch wel een beetje een ouderwetse sport, mag ik dat zeggen? Het is een van de oudste sporten ter wereld, ja zeker. Maar je ziet heel veel ontwikkeling in sporten, dus op een gegeven moment zijn ze ook met de voeten en de handen. Ja. Maar boksen, het ouderwetse boksen. Ja. En ik ben nog uit de tijd, of mag ik zeggen, wij zijn nog uit de tijd van Mohamed Ali, 15 rondes. Ja. Dat hij alleen maar zo stond en af en toe een beetje zo deed. Maar jullie doen 3 keer 3 minuten. Het Olympisch boksen is 3 keer 3 minuten. Maar dat was in de tijd van Mohamed Ali ook 3 keer 3 minuten. En zodra je gaat profboksen, dan worden de rondes toegevoegd. Ja. Oké. En wie is jouw grote voorbeeld? Kijk, in het boksen, ik hou wel van de knockout-artiesten. Dus Mike Tyson, George Foreman, waar het over ging. Maar het bewegen is natuurlijk net zo belangrijk in het boksen. Het is niet alleen de andere hard raken, maar ook niet geraakt worden. En dan komt Mohamed Ali natuurlijk snel naar voren. Ja. En wat is jouw kwaliteit? Bewegen? Ik ben, mag ik van mezelf wel zeggen, voor een zwaar geval heel bewegelijk. Ja, zeker. Ja. Dus ik probeer van mijn snelheid en mijn bewegelijkheid goed gebruik te maken. Ja? Ja. Moet het daar natuurlijk wel voor zijn. Het kampioenschap werd een vrij kleine ring gevochten. Dus dat was eigenlijk constant actie. Maar dat is ook een kleine ring? Ja, je hebt verschillende ringgroottes. Deze was maar 4x4. Dus als je 2 grote gasten in een kleine ring zet, dan staan ze nogal gauw bij elkaar natuurlijk. Dus dan wordt er wat meer gestoten, wat harder, wat minder bewogen. Maar, dus om het aantrekkelijker te maken? Nee, toevallig die locatie had een kleine ring ter beschikking. Ja. Ja. Maar dan moet je dan ook speciaal op trainen op een kleine ring? Of, Ik kwam erachter op locatie. Maar dat is voor mij op zich niet zo'n probleem. Nee.
Ja, het is net waar je ligt natuurlijk. Ja. Heeft u ook het gevoel dat u in de ring staat als u... Nee, zeker niet, nee. 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 Dus als ik bij wijze van spreken voor het publiek, dan lukt het mij om... Maar ja, dat zal bij jou misschien ook wel zijn. Je moet de wereld ook heel klein maken eigenlijk. Hè? Ik krijg niks mee als ik in de ring sta. Zie je? Dus je concentreert je op je taak eigenlijk. Het enige wat ik hoor is mijn coach en de rest... Verval. De rest heel, als heel het stadion loopt te joelen of te boeien tegen jou, dat hoor je niet. Nee. Je hebt het eigenlijk niet echt door in de ring. Je bent zo gefocust op je tegenstander. Omdat je natuurlijk altijd samenwerkt met je coach, pik je die stem al heel makkelijk uit. En ik krijg verder weinig mee van het publiek. Natuurlijk hoort je wel het gejuich of het ding, maar achtergrondgeluid, ja, je filtert wel eruit wat je moet horen. Ja, precies. Ik had het net over dat boksen ouderwets is, maar ja, de kerkbezoek loopt ook een beetje terug. Is de kerk een beetje ouderwets instituut aan het worden? Een beetje wel, ja. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat de kerk dingen te bieden heeft die voor iedere tijd van belang zijn, ook voor de onze. Zoals? Nou, noem het maar. Hè. Dus liefde, respect, zingeving, spiritualiteit, verzoening, noem het maar op. En hoop, hè, want het is een lastige wereld op het ogenblik. Waar put je eigenlijk hoop uit dat het goed zal komen met de wereld en met ons leven? Ja. Maar we zijn misschien in onze vormgeving of in onze gebruiken een klein beetje ouderwets, dus... Daarom dat wij ook hier in Boksel proberen wel nieuwe initiatieven te ontwikkelen en ook een beetje eigen tijds vorm te geven. Dus, in de vorm van? Nou, bijvoorbeeld nu met gezinnen zijn we bezig met familiedagen en die proberen we gewoon leuk en interessant te maken voor de gezinnen van 2024. Ja. Zowel voor de kinderen als de tieners als ook de ouders. Ja. En dat betekent dat je ook een beetje creatief moet zijn en zo. Ja. Als ik kijk naar een foto van 50 jaar terug en ik in een kerk. Ja. En ik kijk nu een foto, zie ik alleen dat de foto ontwikkeld is. Een mooie woordspeling trouwens. Ontwikkeld is tot een kleurenfoto, maar ik kan het verder niet duiden welk jaar het is. Ja, daar zit iets in. En kijk... Een van de krachten van de kerk is natuurlijk dat je iets hebt wat duurzaam is en wat niet per se aan mode onderhevig is. Dus bij wijze van spreken een voetbalwedstrijd, die ziet er in de kern ook nog grotendeels uit, 50 jaar geleden als nu. Ja, maar ik zie aan de kleren wel. Ja, je ziet een klein beetje aan de kleren. En... Ja, maar aan de kleren kun je hier en daar ook wel zien. Hè? Natuurlijk dat het, denk ik, zeker als je 100 jaar geleden kijkt. En aan de lengte van de haren en zo. Ja, dat klopt. Ja. Hij heeft een bijzonder uiterlijk. Als mensen moeten gokken wat u doet voor uw kost dan... Dan komt de pastoor er als laatste uit, denk ik. Ja, als ik mijn boordje uitdoe, dan. Als ik mijn boordje aandoe, dan kunnen ze natuurlijk al vrij snel in de richting denken. Ja. Bij jou is daar iets anders met jouw gespierde lijf, toch? Niet denken dat het nou loopt. Juist op de pastoor. Het wat jij eerder noemde, het boekhouden, verwachten ze niet snel. Nee. Ja, het is. Ik ben toevallig een bokser van groot bestuur, maar je hebt ze ook van minder. Ja. Ja. En als je tijdens het boekhouden ergens over ergert, dan sla je niet toevallig je tafel in twee stukken? Of? Nee. Ik ben er net als jou vroeg achter gekomen dat getallen en nummers, ik kan er wel mee overweg, maar om daar tot mijn 70ste mee bezig te zijn, nee, dat gaat hem niet worden. Nee. Oh, dus je wilt graag ook fulltime bokser worden op een gegeven moment? Het is dadelijk profboksen en dan moet het beroep worden, zeker. Ja. Pastoor komt voorbij. Ja. Mag ik even zeggen. Geert-Jan, u bent een moderne pastoor. Jawel. Enigszins, ja. Ik vind het wel. Er moeten vast theologische kwesties zijn waar u mee worstelt. Ik denk aan homoseksualiteit, euthanasie. Ja, er zijn zeker in onze tijd dingen. Ja, dat zijn zeker twee dingen die lastig zijn om uit te leggen. Bijvoorbeeld euthanasie enerzijds. Nou ja, enerzijds wil je de waarde van het menselijk leven
onderstrepen. En dat het eigenlijk niet goed is om daar voortijdig een eind aan te maken. En anderzijds begrijp je dat mensen, als ze natuurlijk heel erg te lijden hebben, dat ze op een gegeven moment... Maar dan moet u toch innerlijk, dat u denkt, ja, het mag eigenlijk niet, maar... Nou ja, ik denk dat, kijk, in de praktijk denk ik dat de meeste pastoors heel mild zijn in de praktijk. Hè, dus, ja, want een andere issue is homoseksualiteit. Ik heb even zitten kijken op christipedia.nl. Mm-hmm. Dat is een bijbelgetrouwe internet-encyclopedie. Daar staat de eerste regel, als je intypt homoseksualiteit, is de eerste regel, homoseksualiteit is seksuele omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht en daarom een vorm van onnatuurlijke ontucht. Dan schrik ik wel eigenlijk. Ja, 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 dat is een beetje de traditionele interpretatie. En wat je sowieso wilt, is dat iedere mens gerespecteerd wordt. En zeg maar homo-haat of homo's, weet ik het wat, pesten, dat is natuurlijk sowieso fout. Daar is geen christelijke grondslag voor, om zo te zeggen. Het christendom heeft natuurlijk wel een bepaalde visie op huwelijk. En dat, ja, dat er toch in de natuur en in Gods plan die polariteit is van man en vrouw. En dat toch wel iets bijzonders is. Maar zeker in onze tijd is dat lastig om uit te leggen. Hè, Maar goed, voorop moet staan dat je dus respect voor iedere mens moet hebben. En liefde voor iedere mens, ja. Precies. Stan, ik kan jou moeilijk een heilig boontje noemen. Ja. Jij bent waarschijnlijk ook een heel vredelievende jongen. Mensen denken altijd boksers zijn, agressieve mensen, maar... Nee, helemaal niet. Nee, ik ben juist heel relaxed in het... In het dagelijks leven. Kan je me niet snel boos? Nee. Nee? Nee. Doe je ook nog andere dingen als om jezelf terug te trekken? Nou ja, kijk, als je eenmaal voor de sport gaat, dan kom je natuurlijk... Ja, ik ga niet uit. Ik kom niet echt op gekke plekken waar je van zegt van dat gebeurt snel. Nee, ik ga trainen. Ik rust, ik eet. En dat is grotendeels mijn dagbesteding. En iets met liefde? Of hadden we het over liefde? Ik heb een vriendin, ja. En die steunt jou? Ja, natuurlijk steunt hij jou. Nou ja, ze heeft weinig keuze. Ik bokste al voordat ze in beeld kwam. En als ze moet kiezen, dan... En gaat ze ook mee naar de wedstrijden? Ja, zeker. Ze probeert er wel altijd bij te zijn. Ja. Maar het is niet... Ja, ik boks veel in het buitenland, dus altijd te doen natuurlijk. Maar het is belangrijk dat ze achter jou staat. Ja, het helpt wel mee, ja. Maar je moet voor jezelf kiezen natuurlijk. En ik vind dat wel heel belangrijk. Ja. En heb je ze al lang? Een jaartje. Okay. Ja. Maar ja, daarom, kijk, ik doe dit al 10 jaar. Ja. Ze weet waar ze aan begint. En het is niet altijd makkelijk natuurlijk, want het is een aparte manier van leven. Maar ja, het hoort erbij. Maar even terug te komen bij u. Er zijn ook leuke dingen, natuurlijk. Leuke dingen. Waaronder bijvoorbeeld de carnavalsmis. Ik heel bijzonder. Ja. Nou ja, ik vind dat, ik heb dat... Daar gaan we even naar kijken, want ze zet hem al aan. En humor. Het is. Zo zei pas geleden iemand tegen me, als ik s'nachts niet weet hoe laat het is, dan pak ik mijn trompet, doe ik het raam open, dan speel ik zo hard als ik kan, en is er altijd iemand van de buren die dan roept, hey, hou eens op met die herrie, het is 3 uur in de nacht, man. Ja. En dan weet ik hoe laat het is. Ik mag hem pakken al. Ja, mag ik hem pakken? Ja, ik ben er. De carnavalsmis vind ik wel een heel mooi initiatief. Vooral in Den Bosch, daar ben ik natuurlijk lange tijd geweest. En een heel druk bezochte carnavalsmis in de Sint-Jan. En daar had ik dan ook altijd een sketch met z'n tweeën, met wat grapjes. En dan afsluitend met een lied. Ja. En, ik ben zelf iemand die van humor houdt, die graag een beetje vrolijk in het leven staat, die elke dag probeert te lachen.
En ik denk dat we in de kerk vaak een beetje te serieus zijn. Dus dan vind ik dat we minstens op carnaval een beetje moeten lachen. Over lachen gesproken, ik heb nog een paar leuke filmpjes over iets met een kerk en iets over boksen. Laat eens even naar haar kijken. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vier, hè? Ja, nee, dat zit er. Watch this ridiculously stupid moment in this boxing match. As the referee started the fight, he didn't see this problem coming. The fighter wearing blue has a weird strategy, so after a while, he decides to switch up the way he moves. Except the other fighter wasn't planning that, so he's still following the ref, which means his opponent just needs to hit. We lopen een beetje aan het einde en u heeft de gitaar ter hand genomen. Ja, ik stel voor dat we eruit gaan met Knock and on Heaven's Door. Ja, een prachtig lied. En we hebben het publiek hier dus. Ja, dus als jullie mee willen zingen, Knocking on Heaven's Door. Laat me los. Ondertussen bedank ik de mensen zometeen. Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Dit was weer een aflevering van Dommeland Live. Hartstikke leuk. Wij gaan hier nog eventjes door. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Hallo jongens. 3, 4. Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 De ene. Knock, knock, knocking on heaven's door. De laatste. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hartelijk dank, Stan en Jan.